Ik ben Ellie Bouwmans, getrouwd met Jan Bouwmans. We wonen inmiddels al zo'n ruim 35 jaar in de Adriaan Klaasenstraat. De Heer zij met u. De kerk is heel belangrijk voor me. Het geeft elke keer wel weer iets blijs. Iedere keer als ik bij de kerk ben geweest, dan zijn het of de mensen, of de liederen, of de preek. Het helpt me. Koning David is oud geworden. En hoeveel dekens er ook op zijn bed gelegd worden, hij wordt maar niet warm. Wat ik nou belangrijk vind in het leven is dat mensen een beetje gelukkig zijn. Gelukkig met elkaar, zelfgelukkig. En daar moeten we toch allemaal zelf aan werken. Want als je iemand alleen laat zitten of je kijkt niet naar elkaar om, dan wordt er niet leuker op. Ik weet niet of de politiek daar nou erg veel aan kan veranderen. De politiek kan in elk geval wel zijn best doen om niet alles op vrijwilligerswerk te storten of zich daarop te richten. Want dat geeft wel heel veel stress bij mensen. Mantelzorgers, er wordt zo van uitgegaan als er ziekte is in je familie of er is wat nood. Je bent de mantelzorger, je moet ervoor zorgen. Die mensen hebben helemaal geen tijd meer. Hebben geen tijd meer voor de buren, hebben geen tijd meer voor je eigen omgeving. Ik vind het niet vanzelfsprekend dat iedereen altijd maar klaar moet staan. Er zijn gewoon professionals nodig en meer professionals nodig. Nou, vanuit thuis uit, christelijke opvoeding, stemde je CDA. Maar dat is allemaal veranderd. Ik ben anders gaan denken, anders gaan doen. De stemwijzer heeft gezegd GroenLinks of CDA. Ik ga het nog eens bekijken. Ik leg ze naast elkaar. Ik ga ook kijken welke partij het meeste voor de gewone mensen doet.